Vlak voor corona ging het heel goed met de Dutch Tenors. Ze gingen op tour in Midden-Amerika. Dus dat was echt bizar. Alleen toen kwam al heel snel de pandemie kwam om de hoek kijken. Waardoor we een tijdje, ja, we hadden een hele vliegende start. Maar moesten we rustig aandoen eigenlijk. Maar van rustig aandoen is inmiddels geen sprake meer. Ze zijn volop aan het werk en hebben samenwerking met Guido Dieteren. De dirigent die iedere zomer grote optredens geeft op de markt in Kerkrade. En die muziek net op een iets andere manier brengen is een bijzondere ervaring voor het publiek. Nou, we vinden het leuk om van alle verschillende stijlen iets te zingen. We luisteren veel, ook veel muziek als zelf, gewoon als personen. En dan komen we op de radio iets tegen en denken van, hey, dit lijkt wel iets voor ons. En dan gaan we kijken of we het kunnen arrangeren, dus naar onze stemmen maken. En soms lukt dat heel goed en soms is het ook echt een complete misser en dan werkt het helemaal niet. Het geeft eigenlijk de bekende nummers die ze kennen een andere twist die soms nog meer binnenkomt. Waar ze echt denken, oh, dit nummer kende ik, maar ik wist niet dat het ook zo gebracht kon worden. Zie je dat dan gebeuren? Zeker, zeker. Ja, het is een beetje ook in, zeker in kerkraden, als we bijvoorbeeld met een orkest daar staan. En je hebt naderhand na onze nummers een staande ovatie of mensen die toch een traantje wegpinken. Dan denk je, oké, volgens mij komt het binnen wat we doen. En dat is een hele grote eer. Een bijzondere ervaring voor het publiek dus, maar ook voor de zangers zelf. Want in het zuiden van het land spelen is net iets anders dan in de Randstad. Ik denk dat er in het zuiden veel minder een muziekcultuur bestaat. Ook als je gaat kijken waar bijvoorbeeld harmonieën zijn, muziekharmonieën, dan kom je die toch veel in het zuiden tegen. Veel meer dan in het noorden, dan in de Randstadgebied. Dus er is veel meer muziekeducatie in het zuiden dan in het noorden van het land, denk ik. De Dutch Tenors staan op zondagmiddag 29 september in het theater aan het Vrijthof.